Martine, stuur Nathalie onmiddellijk. Ja, meneer. Ja. Nathalie, dit is nu de tweede maand dat je de vereiste verkoopcijfers niet haalt. In die omstandigheden kunnen we zonder jou. Je bent ontslagen. Mark. Meneer de directeur, u staat vanuit van de telefoonlijn 3. Frank Welles. U wenst uw huis te verkopen. Kan ik vandaag nog langskomen? Ja, uw adres. Goedemiddag. Frank Welles, aangenaam. Komt u binnen. Kijk gerust even rond, hoor. Dat valt nog mee. Hoe zit het met de verwarming? Dat is in de kelder. Kunt u nog in, want mijn benen zitten... Ja, ik begrijp het. Ja, die ken ik. Nathalie? Meneer Nijs?